Lekker knuffelen met Wolf en Luca. Mm. Yo, what's up? Een superleuke vintage winkel. De Joosjes. Ah, oh, wat een verademing. We made it to Mokomboot. Oh my god! No, there's no way. 3, 2, 1. Just made. Guten Morgen. Guten Morgen, sunshine. Wauw, dat was echt zwaar out of tune. Ik moest zo lachen, want ik had dat dus laatst op Instagram gepost. Toen ik naar het strand ging, en toen had ik dat liedje eronder gezet. Toen kreeg ik allemaal reacties van nee, ik krijg dit nummer nooit meer uit mijn hoofd door jou en door Elise en Wouter. Die zingen dit ook altijd in hun video's. Daar moest ik heel erg om lachen. Want ik krijg het ook nooit meer uit mijn hoofd. Ik denk elke keer als ik deze camera aanzet, dan schiet dat nummer door mijn hoofd. Dus sorry jongens, jullie moeten het er maar mee doen. Ik ga lekker naar Leiden toe nu. Even een dagje chillen, lekker knuffelen met Wolf en Luca. Want ik mis ze alweer. Als ik die niet één keer in de week zie, dan word ik gek. Ik moet ze één keer per week zien. Ik heb trouwens mijn haar niet geborsteld. Wacht even hoor. Kijk. En dan zie je helemaal zo die slag en ik had het laatst toen over mijn haar ook. En toen zei iedereen, ja, jij zou echt even de curly girl method of zo moeten proberen. Dat is een soort van, nou ja, methode met hoe je je haar moet doen. En dat je dan krullen krijgt. Of dat je, als je krullen hebt, dan ontdek je ineens dat je krullen hebt. Ik heb niet zo'n diffuser en dan moet ik dat weer kopen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben er gewoon te lui voor. Maar nu ik het dus niet heb geborsteld, pluist het ook niet zo. En is het een beetje beachy? Dat vind ik ook wel leuk. In ieder geval, ik heb cadeautjes mee voor Wolf en Luca. Dat moet ik even inpakken. En ik ben echt de allerslechtste inpakker op aarde. Ik kan dat niet. Zo leuk. Ik heb dus badjasjes laten maken. Met hun naam erin. Oh. Jongens, dit is toch het allerliefste ooit. En ik heb echt hele lieve schoentjes gekocht bij een kinderwinkel. Die heet Donsje. En daar hebben ze echt waanzinnige dingen. Dat is al helemaal mooi ingepakt. Die schoentjes van hun zijn echt gewoon veel te ziek. Hoe schattig die zijn. Dit is ook altijd een feest. Plakband openmaken. Ik heb echt twee linkerhanden. Als het op knutselen aankomt. Dat is gewoon eng. Ook tekenen en zo. Dat kan ik gewoon niet. Ja, dit lukt mij ook nooit, dit zo. Ja. Ik vind dit gewoon fucking goed gelukt. Hoe goed? Ik ben helemaal trots. Oké, okay, next. Koekoek! Hey. Hallo, open doen. Nee. Godverdomme. Nee. Ik spuug dat hele raam onder. Heb jij een Coca-Cola besteld? Nou, misschien. Ben jij brok? Ja, een klein beetje maar. Kijk eens wie we daar hebben. Hoi. Hallo jongens. Hallo. Helemaal blij. Zijn jullie blij met de nieuwe schoentjes? Cadeau van Tante Fiet. Hoe leuk zijn deze schoenen? Zo. Oh. Oh. Ja, Wolf heeft nog maar één toon. Dat is deze. Oh, kijk maar, hij verstaat jou. Oh ja, hé. Hey. We zijn gewoon voor het eerst, tenminste ik, buiten met de tweeling aan het lunchen. Wolfie is al lekker aan het eten, die is zo aan het lunchen. En Luca ligt nog lekker braaf, gewoon om zich heen te kijken naar de bomen. Nou, kijk eens, zit je lekker bij Tante Fiet? Helemaal content. Op het terras. Ja. Wat een wijs hoofd heb jij, Wolf, niet normaal.
Hij houdt alles in de gaten. Hij is helemaal stoer om zich heen te kijken. Zo chill. Zo. Staat je wel goed, Fiet, moet ik zeggen. Moet je wat mee doen? Nee. En Wolf die vindt het allemaal prima. Helemaal chill. Oh my god. Dit is zo lekker. Ik heb besteld bij Vleesch nog Visch. En dat is een soort food truck in West. En dat is zo lekker. Dat is vegetarisch. En dit is dus een soort pita gyros. Nou, dat is de hemel met een soort nep vlees. Zo lekker. Ik ben dus net weer thuis van Elise en Bout. Het was super gezellig vandaag. Maar ik ben gewoon zo moe. Ik ben gewoon helemaal kapot. Ik weet niet hoe het komt, maar echt gewoon dat ik ook denk van, ik hoop niet dat ik ziek word of zo. Zo'n gevoel een beetje. Maar daarom denk ik ook van, ik ga vanavond gewoon echt even helemaal niks doen. Niemand zien en gewoon dit opvreten en Friends kijken. Want ik durf wederom The Sinner nog steeds niet te beginnen. Ik wil dat gewoon echt met iemand kijken. Dus ik ga gewoon lekker Friends kijken. Onder het genot van dit enorme bord patat en gyros. Extra tzatziki. Het is zo ongezond. Maar goed, hè? Ik heb er zin in. Dus wat doe je eraan? Hallo, hallo, hallo. Het is een nieuwe dag. Ik ben een les aan het maken. En hoe ik dat doe, moet je opletten. Want ik maak elke week een nieuwe les voor mijn Rosecycle lessen. Om, ja, ik wil het gewoon een beetje leuk houden voor iedereen. En ook voor mezelf. Dat je niet wekenlang dezelfde playlist hebt. Qua muziek en qua bewegingen en dat soort dingen. Hoe ik nieuwe muziek ontdek voor mijn playlist. Want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. Maar gewoon echt altijd. Dus ook al ga ik winkelen en dan sta ik in een winkel en dan denk ik, oh, dit is een goed nummer voor Rosecycle. En dan sta ik daar met, als een soort idioot, sta ik met mijn Shazam zo. Of ik ben in een club, of ik ga, weet je wel, dat, op al dat soort plekken, dan tover ik mijn Shazam tevoorschijn. En dan sla ik het liedje op. Maar je kan natuurlijk niet alles op die manier binnenhalen. Dus wat ik altijd doe, en heel veel mensen weten dit niet, dus ik dacht, hey, ik deel dit. Als je een Spotify-account hebt, dus ik ga het even laten zien hoor. Dit vind ik bijvoorbeeld een heel leuk nummer. Dan klik je op die drie puntjes hiernaast, meer. En dan klik je ga naar nummerradio. En dan heeft hij gewoon binnen 1 seconde allemaal soortgelijke nummers onder elkaar gezet. Die dus op dat eerste nummer, wat jij dus low leuk vindt, lijken. Dus in hetzelfde genre, hetzelfde beat of weet ik veel, snelheid, whatever. Zelfde vibe. Zo ontdek ik dus eigenlijk al mijn nieuwe muziek. Ik ga even verder. Crunches. Weet je wat het allerleukste is? Als je dus een nieuw nummer ontdekt wat zo fantastisch is. Ik kan jullie niet al die muziek laten horen, want dat heeft natuurlijk te maken met rechten. Dat kan niet op YouTube. Maar, by the way, als je dus wel benieuwd bent naar de muziek die ik afspeel, heb ik op Instagram een highlight gemaakt. En dat heet Music Monday. En daar post ik elke maandag allemaal verschillende nummers op die ik op dat moment heel erg leuk vind. En het zijn goede workout nummers. Dus het zijn vaak, ja, met een goede beat. Dus ja, als je benieuwd daarnaar bent, dan moet je daar even op kijken. Want er staan nu echt al super veel nummers op. Nou, we zijn bij Rosecycle gearriveerd. Superleuk. Elise en Wout zitten in mijn les. Dus dat wordt helemaal gezellig. En ik heb mijn Dutch R&B les. En dat is hysterisch, want ja, dat is ook helemaal de lievelingsmuziek van Wout en E. Dus volgens mij gaan die helemaal lekker hierop. Alleen maar busy en dat soort dingen. Yo, yo. Wauw. Oh my god, dit is echt heel hard. Yo, yo, yo. What's up, what's up, what's up? Yo, yo, yo. What's up, what's up? What's up, what's up? Woo! Oh. Woo! Woo!
Yay! Hallo! Yo, yo, yo. Oh, dat is wel een beetje raar. Ja. Raar, 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 raar. Overige draad. Dat stoppen we in de sport-BH. Ik ga wel even iets meer naar voren. Weet niet of jullie het zien. Oh, je ziet het wel. Dit is dus plexiglas. Ik voel me een soort dier in Artis. Niemand mag bij mij komen en ik sta zo achter wat plexi ding. Nou, maar ja, alles voor de veiligheid. Oké, ik ga de mensen binnen laten. Kijk eens even wie er zijn! Hoe gezellig! Niet normaal. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. En ik heb even een heerlijk ontbijtje voor mezelf gemaakt. Dit is echt mijn lievelingsontbijt. Namelijk een getoaste boterham met kruidenroomkaas, avocado en een gebakken eitje. Nou, we zijn weer een paar uur verder. Ik heb mijn nagels laten doen. Ik heb gewoon weer dezelfde kleur gekozen. De Lisbon Once More OPI. Echt mijn favoriete kleur. En ik loop nu in de stad, want in deze straat is er een superleuke vintage winkel, die heet Mood Indigo. En die heb ik ontdekt door Elise. En die hebben ook een geweldige website, maar ik dacht ik wil ook even naar de winkel kijken. Dus nou, vond ik vandaag een goed moment voor om dat even te bekijken allemaal. En ik ga zo lekker eten met Martijn, ook helemaal zin in. Dus ja, heerlijke zaterdag dit. Daar zijn we. Hoe leuk al die jasjes. Geweldig. Oh, mijn goede. Ik ben weer thuis. Oh, die vintage winkel was echt geweldig. Ik heb ook even met die jongen gesproken. En die zei ook van ja, elke week zijn er ook weer nieuwe dingen en zo. En op de website is het dus een andere collectie dan wat ze in de winkel hebben. Dus op de website dan zijn het iets meer geselecteerde dingen. Dus wat duurdere dingen ook. Maar ik heb wat gekocht. Ik ben gezwicht voor een fringe jasje. Ik had er namelijk altijd één die ik ooit in New York heb gekocht. En die heb ik dus weggedaan. Oké, 9 van de 10 keer als je kleding wegdoet, denk je, ah, wat een verademing. Inderdaad, dit heb ik echt niet nodig. Ik mis het echt voor geen meter. Maar die 1/10... die blijft zo steken. Echt, ik heb dus dat fringe jasje weggedaan. Een zwarte. En ik heb dus ook geweldige zwarte cowboylaarzen weggedaan. En daar heb ik nu zo'n spijt van. Dat doet gewoon pijn. Dus ik ben gewoon nu echt weer op zoek naar vette cowboylaarzen. Dan denk ik, ik had ze gewoon. Ik heb dat in de verhuizing, tijdens die verhuizing heb ik echt zoveel dingen weggedaan. Dan mis je die dingen gewoon ineens. En dan denk je, fuck, had ik dat nog maar nooit weggegooid. Maar ja, anders kan je altijd wel alles bewaren. Anyway, dit jasje heb ik gekocht. Ik laat het even zien. Kijk, dit is de achterkant. Superleuk, helemaal zo in zo'n punt. Nou, is dus zwart. Is een beetje raar licht. En dan is dit de voorkant. Heeft dus een rits. Dat vond ik eigenlijk best wel chill. Dat ik hem gewoon ook dicht kan doen. Heel vaak hebben dit soort jasjes bijna geen sluiting. Of gewoon van die slappe knopen. En deze heeft een rits. Daar ben ik wel blij om. Nou, dit is nu mijn look. Hoe leuk. Dat jasje. En dat jurkje. En dan deze boots. Deze boots heb ik trouwens ooit echt super lang geleden, ik denk wel iets van 6 jaar geleden, gekocht op de Noordermarkt. Echt gewoon voor €30 of zo. En ik ben er nog steeds zo blij mee. I love it. Oké, nou, ik ga nu snel naar Martijntje. Want anders kom ik te laat. Oh my god, we zitten zo lekker in de zon. Wederom bij Jans. Ja. Again. Maar dan lekker buiten.
En kijk, ik heb een nieuw jurkje aan. Zo cute is die van Josh V ook. Echt, ze hebben zulke leuke jurkjes. Gewoon insane. En we gaan hier nu lekker lunchen. En dan, nou dit wordt hysterisch. Jezus, ik ben zo warm. You are dying. Dit, ja nou. Dit wordt hysterisch, want wij gaan een boot huren. Maar niemand. Zo'n mokenboot. Can drive it. Nee, ik heb nog nooit een boot bestuurd in de gracht en dan laat staan Joey. Hallo. Nee, dit wordt gek. Dit wordt bizar. Nou, I think we're gonna hit everything. The big tourist canal boats. Oh. The tours. We're just gonna ignore them. Nou, we hebben heerlijk geluncht bij Pulitzer. Was echt fantastisch. En nu alweer een paar uur verder. En we hebben dus net boodschappen gedaan bij de Appie. Oeh, over belicht.nl. Excuse me, ma'am, you can't vlog in here. I'm gonna ask you to step out the stove. I'm gonna ask you to step out the stove. We hebben even wat snacks gehaald. Voor de boot, maar ineens is het gewoon helemaal bewolkt en winderig. Maar schat, dit kan niet hier. Nee? No, because it's gonna be shaking like this and all your drinks are gonna plop, boom, twop. So you gotta put it in your... It doesn't fit in here anymore. Let's try because it. Because of your jacket. I'll take my jacket out and put it on here. Okay. Better than that. Okay. I gotta confess something though. I'm a little scared because I have not driven no damn boat. I also don't even know what the rules are of the boats here in Amsterdam. So pray for us. We made it to Mokenboot. Who's gonna drive first? I'll do it. Because really? Or you're gonna do it. You're gonna do it. Yes. I'm gonna do it first. Alright, we're gonna check in. Alright, and then we're gonna get on the boat and then we're gonna go. And then ineens is it helemaal regent. Yeah. But you know what? That's okay. Godverdomme. Okay. Tiff me hele lens onder. Oh my god! This one's broken, I think. You better not break it. Okay. Guys, gezellig? I'm dizzy already. Why? I get motion sick really quick. Imagine you already feel sick now. Oh my god, hey. Look at you. So profesh. Oh, it's still, we're tied on the boat. We're tied on the dock still. Jezus. Oké, okay, Nee! Het gaat al helemaal mis. Keihard tegen die kant. Schat, je gaat helemaal scheef. Oké, okay, ik probeer om heel goed te doen. Nee, want luister, dit is heel gevoelig, hè? Ja, dat weet ik. Maar here is it like in London. On the left, you gotta drive, right? No. I thought on the water it was like in London. What? Babe, I promise you. No, when you're babe. In the canals, it's like London. In the canals. Wow, you're a natural, babe. Wil jij geen zwemfest? Misschien, maar ik ben so dizzy. Hey, that bridge, we have to lay down. Oh my god, yeah. Oh my god. Babe. How am I gonna drive this and lay down at the babe, same time, oh babe? Oh my god, no! Oh no! Wait, no! No, wait, babe. No. There's no way! No, there's no way! No! No way! No. No! No! Oh my god! Wat? Dit is unreal. Ik lag gewoon in mijn blote reet op die grond. Holy fuck. Maar sorry, dat vind ik gewoon bizar dat dit moet. Oh, dit gaat helemaal mis. Dit gaat helemaal mis. Joey, die ging gewoon op het laatste moment draaien, terwijl we gewoon bijna tegen die palen aanknalden. Oké, okay, little bit to the right. Hold. Babe, look! You're scaring me, babe. Babe, you gotta trunks me. I don't trust you, obviously.
You never stirred a boat. I don't know how to do it. I do it and then she doesn't listen. Kijk dan hoe dichtbij. Yes. I do it and then she doesn't listen. Okay, maar it's like nu my ex-boyfriend. Okay. Nu zijn we weer oké. Okay. Got it. Wow, he's a natural. Mm. Let's do, make a left and then another left. We can go on the Could you open my drink? I'm thirsty. Left, left. Parched. Distress on another level. Longek. Oh, we zijn net bijna twee keer tegen dezelfde boot uitgeknald. Zo'n toeristensalonboot en iedereen lacht ons uit. En ook op de kanten, iedereen lacht ons uit. Yeah, because we already hit them once. Oh my god, a swan, babe. It's mad. Go, 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 go. It can break your arm, eh? It's mad. Babe, it's mad. This is what I'm gonna freak out about. How do I know to keep going? How do I know there's not a huge boat coming? No, you Or do I just go? I'm going, right? At some point, I just gotta go. And the right is coming. See, oh. So he's holding it back. Oh, why? Because we're coming. Why? You need to make eye contact. Thank you. En nu ga ik Vita laten steren. Maar ik wil niet. 2, 3. I'm gonna take my shoes off and kick it. Jongens, nu Vita, de kapitein, ga kapitana en ik ga mijn sports doen. Ah. Put your legs up, Vita. 3, 2, 1. There she is. Capitan La Vitoac. You're good, honey. I'm just gonna kick it. Oh my god, babe. Go to the right, babe. No, not back. Not back. Babe. 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 No. Babe. Stop. Just babe. Nee, babe. No, you gotta help me, babe. I'm not gonna help you. You gotta learn. Babe? You gotta learn to take responsibility into your own hands. You gotta I'm help not gonna me. Help I'm you. Like this, and then right? To the right now. To the right, and now go forward. Go forward. Yeah, keep going, keep going. I'll bump us. Straighten it, straighten it. Straighten it. Straighten it. Babe, to the right, babe. That way. Can we? Can we? Oh my god, I can't. I really can. Can you take off? Holy fuck. I'm gonna kick it here. I just wanna kick it. Yeah! Happy Sunday! Luister, het regent keihard. Gelukkig hebben we een paraplu. En we gaan nu terug naar de post. En luister dit dan. Oh, ziek. In het begin, toen Joey aan het stuur was. Toen zijn wij ongeveer bijna, vijf keer bijna op een boot ingevaren. Hoe zeg je dat? Ja, ingereden wil ik eigenlijk zeggen. Toen kregen we dus net een belletje van Malcolmboot dat iemand over ons heeft geklaagd en dat er een roekeloze Malcolmboot in de grachten is. En dat zijn two wij. Two high stoned out tourists are causing nuance on the Grachten. No, nuisance. Nuisance. Nuisance, dat betekent zieke overlast. Zo overdreven dat mensen dan serieus Malcolmboot gaan bellen. En P32, die boot. En dat zijn wij Two dus. Two high tourists het. Laughing and we were laughing the whole time. Yeah, of because course. What else is there to do but enjoy life to the fullest and smile during times at our top.
Maar ja, dus dat is wel heel grappig. Maar nu gaat het helemaal goed hoor. Dat was gewoon het eerste kwartiertje moesten we even inkomen. En toen waren er ook heel veel boten ineens. Maar weet je, ik heb geleerd. Ik ben niet een captain. Helemaal niet, want it takes so much energy and so much focus. En wanneer ik op een boot zit, wil ik niet energy en focus geven. Ik wil gewoon cool, chill down. Ja, gewoon lekker relaxen. Relax. Relax.